Frank Marleveld van de Vlaardinger en Vlaardingen Veilig. Want u begrijpt het, JWTV staat in Vlaardingen. Frank, we gaan Schiedam en Vlaardingen eens naast elkaar leggen. Eerst even jullie gemeentebestuur, burgemeester en wethouders. Ja, de burgemeester is Annemiek Jetten, die is van de Partij van de Arbeid. Dan hebben we Bart Wikkers van de VVD. Ivane Somers van Leefbaar VV 2000. Dan hebben we er eentje van GroenLinks, Bart de Lede. Dat is eigenlijk een Schiedammer. En ik weet niet of hij tegenwoordig al in Vlaardingen woont, maar dat is een Schiedammer. En daar ben ik er nog één vergeten. En die komt straks? Ja, die komt zo meteen aan de beurt. We gaan de onderwerpen eens naast elkaar leggen. De Hoogstraat in Schiedam, veel besproken. Er gaat weer een paar miljoen in. Mensen zijn voor, mensen zijn tegen. Hoe zit het in Vlaardingen? Ja, in Vlaardingen hebben we natuurlijk al een tijd geleden en heeft de Hoogstraat al een opknapbeurt gehad. Je had op een gegeven moment het project De Straatmakers, een aantal kunstenaars van buiten Vlaardingen die dan wat dingen op de Hoogstraat hebben gedaan. Wat uiteindelijk kapot is gegaan en in principe is het een mislukt project geweest. Op wat voor gebied is het mislukt? Nou ja, het was op zich waren het wel ludieke ideeën, maar het was niet vandalisme bestendig en ook niet bestendig tegen weer en verkeersbeweging enzovoort. Zonder van het geld? Ja, dat denk ik wel, ja. In Schiedam wil men zo snel mogelijk van het gas af. De wijk Groenoord wordt daaraan opgeofferd, door sommige mensen zo beweerd. We hebben ook nog wethouders die allemaal voor duurzaamheid zijn. Maar eerst even van het gas af. Hoe zit dat in Vlaardingen? Ja, er zijn wel wat energie-neutrale gebouwen van de grond gestampt, of uit de grond gestampt. Met name door Waterweg Wonen. Maar dat zijn dan nieuwbouwprojecten. Er zijn ook wat renovatieprojecten geweest waarbij het gebouwsoort is ingepakt met een bepaald soort isolatie. Dat heeft ook nog wat voet in de aarde gehad wegens brandveiligheid. Daar hebben we ook toen een reportage over gemaakt in de Vlaardinger. Naar aanleiding van een brand met Oud en Nieuw. Daar is toen een brand ontstaan onder de zonnepanelen. Maar simpel gezegd, willen de Vlaardingers van het gas af? Dat denk ik eigenlijk niet, nee. Wat is de belangrijkste reden? De kosten, denk ik. Als je ziet wat voor kosten er komen kijken in Schiedam, in Groenoord. En dat er ook met rechtszaken gedreigd wordt. Ja, ik denk dat de Vlaardingen daar niet op zitten wachten, eerlijk gezegd. We hebben in Schiedam 5 wethouders en ze hebben allemaal de post duurzaamheid. Wat zegt het woord duurzaamheid in Vlaardingen, Frank? Ja, ik hoor het heel vaak noemen, maar ik merk er weinig van. In wat voor opzicht? Ja, er wordt veel over gesproken, maar om nou te zeggen dat er daadwerkelijk ook stappen worden gemaakt, dat zie ik niet echt, nee. De tijd van Sinterklaas breekt weer aan. We zijn op de Westhavenkade in Vlaardingen, daar komt Sinterklaas aan. Hoe zit het met de Pieten dit jaar, Frank? Ik heb begrepen dat we dit jaar roetveegpieten hebben en andere varianten, maar Zwarte Piet delft het onderspit. Hoe hebben de Vlaardingers hierop gereageerd? Nou ja, als ik de social media volg en met name Facebook, is daar wel een antistemming voor te vinden, ja. Op de achtergrond mooie huizen, Frank, maar hoe zit het met woningnood? Schiedam wordt als een speer gebouwd. Wethouder Minas belooft een paar duizend nieuwe woningen. Hoe zit het met de woningen in Vlaardingen? Nou ja, ik heb begrepen dat het stikstofverhaal niet schijnt te gelden voor de projecten die in Vlaardingen bezig zijn of gepland zijn in de nabije toekomst. Ja, de woningnood wordt geschat tussen de 8 en 10 jaar wachttijd. Dus ja, de woningnood is best groot in Vlaardingen. Zijn er op dit moment bouwprojecten, grote bouwprojecten in Vlaardingen? Er zijn er wel een aantal gepland. Ik weet eentje bij het Shell Sportpark, daar moet gebouwd worden. En dus door Heijmans, die ook bij het park gebouwd hebben. En ja, verder wordt natuurlijk op Erasmusplein in de Westwijk wordt gebouwd. En er komt in de rivierenzone komt er een hele nieuwe wijk. Westhavenkade, berucht uitgaansgebied in het algemeen. De veiligheid in Vlaardingen, hoe is daarmee gesteld? Ja, nou ja, er is niet voor niks een Facebookgroep Vlaardingen Veilig die ongeveer 2,5 jaar geleden is opgericht door mij. Want we hebben natuurlijk een hele tijd gehad een probleem met hangjongeren in het centrum. En aanleiding daarvan is dat dus opgericht. In Schiedam hebben we een zorgenwijk, de wijk Oost. Er wonen bijvoorbeeld veel Bulgaren, gooien alles op straat. Mensen worden de stapel gek van geluid, overlast, auto's, noem maar op. Hebben jullie zo'n wijk? Ja, dan denk ik dat ik de Westwijk moet noemen. Hè. Ook wel soms genoemd Westside. Wat zijn daar de problemen?
Ja, problemen met zogenaamde moelanders, dus uit Oostblok. Dus wat andere normen en waarden op nahouden dan de Nederlanders. Er worden natuurlijk hele flats opgekocht. En elke keer wonen daar natuurlijk andere mensen met 5 tot 6 tot soms 8. Hoe pakt de gemeente Vlaardingen dat aan? Nou, er is laatst een bijeenkomst geweest. Er is sprake van huisvesting op de Zuidbuurtsweg naast een volkstuincomplex. Dat is al een tijdje gaande. Als je meemaakt hoe de spanning daar was, de mensen die daar aanwezig waren. Ik heb geschreven, het was nog net geen volksgericht. Beetje overtrokken natuurlijk, maar om aan te geven van hoe die mensen er tegenover staan. Nu zullen mensen denken van, het is allemaal narigheid in Vlaardingen. Zijn er ook nog leuke dingen te melden? Nou ja, ik denk dat elke Vlaardinger wel eens een beetje een haat-liefde verhouding heeft met zijn stad. En ik denk dat Schiedam hetzelfde is. En ja, wij zijn natuurlijk heel erg goed in kankeren ook. Nou is er tegenwoordig ook best wel veel om op aan te merken. Het is eigenlijk wel best wel een zootje. En wat moet er meer van zeggen? Eerst even de financiën, zijn we bijna vergeten. Hoe staat Vlaardingen er financieel voor? Ja, er wordt een bedrag van 8 miljoen genoemd. Tussen de 6 en 8 miljoen. En dat moet bezuinigd worden. Dat komen jullie tekort? Komen we tekort, ja. En er wordt nu gesuggereerd dat de Vlaardingen zelf maar mee moet gaan beslissen over wat er dan bezuinigd moet gaan worden. Dan toch even de overeenkomsten. Wat hebben we nou als Schiedam en Vlaardingen gemeen? We lusten graag een drankje, denk ik. Gezelligheid vinden we belangrijk. En ik denk dat Schiedam heeft natuurlijk een wat katholieke achtergrond. Vlaardingen meer protestants. Natuurlijk verdwijnt dat wel, het slijt. Schiedammers hebben natuurlijk 1600 de stad in de brand gestoken hier. Ja, dat nemen jullie ons altijd nog kwalijk. Ik kan me die rellen nog herinneren tussen Schiedammers en Vlaardingers op de grensgebied van Vlaardingen en Schiedam, ja. Nou, daar zal ik maar niks over zeggen. Ten slotte, jij als journalist, hè, waar stoor jij je nou het meest aan? Ik stoor me het meeste aan de onprofessionaliteit van de gemeenteraadsleden. Noem eens wat dingen. Nou, gebrek aan dossierkennis, ook gebrek aan inzicht over hoe dingen leven onder de Vlaardingse bevolking. En dat je dat dan duidelijk moet gaan maken via een column. En ja, een beetje jammer. Zijn de Vlaardingers sowieso geïnteresseerd in de gemeentepolitiek? Vlaardingen zie ik hen wel, ja. Betrokken Vlaardingers? Zeker, als je ziet hoeveel verenigingen er zijn en wat georganiseerd wordt in Vlaardingen, ook aan feesten en alles, ja, dat denk ik wel. Daar hebben ze geluk mee.